Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een gast en dit gaat een uitgebreide video worden. Dit is Amber en Amber is een van de vegan strikers die laat op het EK een springparcours heeft verstoord. En ze is ook anti-paardrijden en ze is zelf ook eigenaar van een paard. Dus in deze video ga ik een aantal vragen stellen aan Amber. We gaan samen een beetje sparren, filosoferen over paardensport. En jullie mogen ook absoluut hieronder reageren in de reacties. Doe het alsjeblieft wel respectvol, want als het heel kort door de bocht en heel hatelijk is, dan dat vind ik niet acceptabel. Dus ik vind het heel belangrijk dat jullie meediscussiëren, want ik denk dat het een onderwerp is dat heel veel van ons ook aangaat. Maar hou het alsjeblieft respectvol. Velen van jullie weten het al, sommigen zullen misschien ook nieuw zijn op mijn kanaal. Misschien is dit wel de eerste video die je van mij ziet. Maar mijn naam is Romy en ik verdien mijn geld in de paardensport. Ik ben namelijk ZZP'er en ik verkoop trainingsproducten voor paarden. Ik geef lessen, ik train paarden. Ik maak YouTube video's over paarden. Ja, ik ben eigenlijk paardentrainer, instructeur, jurylid. Dat ben ik. En ik heb dus Amber uitgenodigd nadat ik heb gezien dat zij de actie had op het EK, waar we zo meteen even dieper op ingaan. En de reden dat ik Amber heb uitgenodigd is omdat ik na die actie zo ontzettend veel las op social media en vooral ontzettend veel negativiteit, verontwaardiging, heel veel felle reacties. En daaruit maakt dus ook op dat het heel veel emoties losmaakt bij mensen. En er zijn verschillende nieuwsartikelen over geschreven en noem het maar op. En ik had eigenlijk zoiets van, je kan wel over iemand praten en een mening over iemand hebben. Maar is het niet belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan? En dat gaan we vandaag doen. Amber, wil jij mij en de kijkers vertellen wie je bent? Zeker, ik ben dus Amber, 19 jaar, een van de streakers op het EK van afgelopen zondag. Ik zelf heb ook best wel een historie in de paardenwereld. Begonnen op een manege, veel verzorgpaarden gehad, paarden getraind, et cetera. En uiteindelijk ook een eigen paard. Ik noem mezelf nooit een paardeneigenaar, want mijn paard is lekker van zichzelf. Ik betaal alleen alle rekeningen, zo zeg ik het altijd. Dat is wie ik ben, zeg maar. Wat is er afgelopen zondag precies gebeurd en wat wilden jullie daarmee bereiken? Wat we afgelopen zondag hebben gedaan, ik ben samen met een mede-activist tijdens het EK in de finale de ring ingesprongen tijdens de ronde van Mark Houtzager. De reden dat wij dit hebben gedaan is omdat wij allebei een beetje klaar waren met wat er allemaal gebeurt in de paardensport, hoe er met de dieren wordt omgegaan. En wat wij dus heel graag wilden was dat de discussie zou worden opgeleid, zeg maar, mm-hmm. door onze actie. Ik denk dat we kunnen zeggen dat dat zeker is gelukt. Dat denk ik ook. Ja. Er is heel veel discussie. Overal waar ik kom, op locaties om les te geven of bijeenkomsten of bij mij op stal, er is echt heel veel over gesproken. Ja. En dan ook op internet natuurlijk, maar ook echt in het echte leven, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dat is eigenlijk, we willen het vooral onder de aandacht brengen. En dan vooral de effecten op lange termijn zien gebeuren, zeg maar. Oh no. What happened? Oh no. What happened? This is very, oh, oh no. Oh my god. We have got demonstrators have come out into oh my the god, arena, in the, but how Mark dangerous. Has kept, Mark's remained focused. Cause this is accident. Quite dramatic. This is not fair to the horse, to the rider, to anybody. They will not eat here. They will not eat here while there's a marsh. En je zei van, jullie waren een beetje klaar met de dingen die er gebeuren in de paardensport, maar wat zijn enkele voorbeelden dan die gebeuren? Sowieso zijn zowel de mede-activist Peter als ik tegen het exploiteren van dieren. Of dat nou is voor voedsel, entertainment, whatsoever. Nou valt de paardensport onder entertainment. En we noemen het exploitatie omdat we een dier gebruiken om daar roem en geld mee te behalen.
Dus dat vinden wij sowieso al een heel fout iets. En ja, dat gaat vaak gewoon ten koste van de paarden. Want de ruiters willen gewoon zo snel mogelijk op een bepaald niveau komen. En het paard is daar vaak de dupe van. Dus ja, dat gaat vaak om trainingsmethodes, om bepaalde tuigage, et cetera. Waarom Mark Houtzager? Nou ja, in principe waren we überhaupt wel blij dat er een Nederlander in de finale zat. Want het liefst wilden we natuurlijk wel om zoveel mogelijk los te maken bij een Nederlander de ring inspringen. Mm-hmm. Echter, als Mark niet in de finale zat, dan hadden we het bij een andere ruiter wel gedaan. Dus Okay. Eigenlijk is het meer een soort van mazzel dat er een Nederlander bij zat, dat we daar hebben gedaan. Omdat je daarmee extra aandacht wilde bereiken, zeg maar. Ja, precies. Extra aandacht wilde krijgen. Ja. We nemen deze video op donderdag. Het is afgelopen zondag gebeurd. En wat is tot nu toe het effect? Wat is er na die dag op het EK allemaal over je heen gekomen? Ja, een heleboel. Kan ik best wel veel haat en kritiek verdragen. Zeker na andere acties die ik heb gedaan. Maar het was echt, ik denk dat ik nog nooit zoveel berichtjes heb gehad van mensen. Ook omdat ze er vrij snel achter waren. Wat mijn naam was en mijn Instagram. Dus ik ben echt bedolven onder de berichtjes. En ik heb eigenlijk vrij weinig van de media überhaupt meegekregen. Mm-hmm. Ik heb me vooral heel erg gefocust op iedereen's vragen beantwoorden. En op iedereen's kritiek reageren. En vooral rustig blijven, denk ik. Mm-hmm. Maar er is een hele shitload aan comments natuurlijk geweest. Mm-hmm. En dan voornamelijk negatief? Of heb je ook aanmoediging gekregen? Wat merkte je in de reacties? Ik denk dat het best wel lastig te peilen is. Omdat ik zelf op mijn sociale media vooral veganisten heb zitten. Dus mensen die sowieso al tegen het exploiteren van dieren zijn. En die juichen het natuurlijk alleen maar toe. Mm-hmm. Alle veganisten automatisch ook tegen het op die manier exploiteren van dieren? Omdat ik ook persoonlijk een aantal veganisten ken die wel met volle passie van de paardensport ook genieten. Ja, precies. Ik zelf noemde mezelf wel al vegan toen ik nog reed. Ik ben namelijk pas 1,5 jaar geleden gestopt met rijden, terwijl ik al 2,5 jaar zeg dat ik vegan ben. Maar in principe ben je vegan op het moment dat je het dier ziet als individu en niet als iets om voor jouw plezier gebruik van te maken, zeg maar. Mm-hmm. En daarom dat paardrijden ook gewoon niet vegan is eigenlijk, want dat doe je meer voor jezelf dan voor het paard. Er wordt geen enkel paard eigenlijk geboren van, oh, ik ga mijn hele leven bereden worden, oh, wat heb ik er zin in, weet je wel. Ze moeten allemaal beleerd worden, et cetera. Dus daarom dat paardrijden dus niet vegan is. Je hebt zeg maar veel vegans op jouw social media, dus er zitten ook zat ook support tussen en zeker aanmoediging? Ja, maar dat was zeg maar vanuit de vegan kant. En dat vind ik heel mooi en dat waardeer ik het natuurlijk onwijs erg. Maar ik was natuurlijk wel het meeste benieuwd naar de reacties vanuit de paardenwereld zelf. Omdat ik daar zelf natuurlijk ook vandaan kom. Mm-hmm. En nou heb je sowieso al een beetje twee groepen binnen de paardenwereld. Een beetje de bidloos, buiten staan met je paard, grondwerk kant en een beetje de wedstrijdgerichte met bidrijden, et cetera. Dat zijn vaak een beetje en alles wat er nog verdeeld tussen zit. Ja, maar zeg maar, als je vanaf een buitenstaande positie ernaar kijkt, dan zie je twee groepen een beetje. En ja, natuurlijk die groep van de wedstrijdgerichte ruiters, et cetera, die waren het echt niet eens met mijn actie. Maar ik heb ook wel enkele reacties gehad van mensen die zelf in de springsport zitten. Die zeiden van, nou ja, ik kan alleen maar waarderen wat je hebt gedaan. Want ik zie ook wel goede dingen op springwedstrijden, maar ik zie ook heel veel nare dingen op springwedstrijden. Mm-hmm. Dus dat is dan sowieso natuurlijk al even van, oké, top. Weet je wel, ook mensen vanuit die hoek die het er mee eens zijn. En ik zelf kom meer uit het veldje van uiteindelijk, hè, paarden buiten staan, bidloos, ijzerloos, alles. En daar was ook best wel veel kritiek, maar gelukkig ook best wel veel mensen die zoiets hadden van, oh, eindelijk gebeurt er iets. Ja. En dan waren ze het misschien niet eens met de manier waarop, maar wel met het feit dat er iets is gebeurd en het resultaat wat het tot nu toe heeft gebracht. Een beetje opschudding eigenlijk. Ja, want uiteindelijk, we kunnen petities blijven doen. We kunnen rustig met een bordje gaan staan buiten een event. Maar we kunnen gesprekken aangaan met mensen. Maar dat wordt al zoveel jaar gedaan en er gebeurt niks. Maakt dat niet genoeg indruk, naar jouw idee? Dat maakt niet genoeg indruk, inderdaad. Mm-hmm. Want eigenlijk, ik ben natuurlijk bijna fulltime activist wel, denk ik ook kan zeggen. Mm-hmm. En ik zie gewoon zelf heel erg hoe meer hoe milder je actie is, hoe milder de reacties zijn. Mm-hmm. En op het moment dat de reacties van de mensen die je wil aanspreken mild zijn, gaan ze niet echt nadenken. Dus op het moment dat jij ze
bijna aanvalt voor hun gevoel. Wat nu dus echt wel het geval is. Mm-hmm. Heel veel mensen voelen zich aangevallen. Choqueren eigenlijk. Ja, ja. Precies. Mm-hmm. Op die manier gaan mensen in één keer in een verdedigende positie. Maar misschien op de lange termijn wel eens nadenken van... Oh, waarom deden ze dat nou eigenlijk? Wat was de achterliggende reden? En dat ga je niet krijgen op het moment dat je met een protestbordje buiten een EK gaat staan, mm-hmm. zeg maar. Dus dat eigenlijk. Is het al een beetje het doel heilig te middelen, zeg maar? Ja. Dat idee? Ja. Ja, zeker. Ja. Ik kan me er deels in vinden dat het soms... dat je soms, ik ben niet zo goed in die spreekwoorden, maar dan zeggen ze toch dat je aan het roepen bent in de woestijn of zo. Dat je dan dat je niet altijd die aandacht of dat podium krijgt. En dat, ik weet niet of dat van deze tijd is of dat al altijd eeuwen zo is geweest met mensen. Maar dat er inderdaad eerst iets chockerends moet gebeuren of een conflict moet ontstaan. Of een opschudding voordat er weer opgeruimd en geluisterd en zo wordt. Dus ja... Ik vind dat een heel interessant proces. Ik had er niet direct een mening over. Ik werd gebombardeerd op social media. En ik volg Amber al een enige tijd via Instagram. Vanwege de dingen die zij plaatst over bijvoorbeeld de bio-industrie. En over het consumeren van dierlijke producten. Ik ben zelf sinds een jaartje dat ik... ik vind het gek om te zeggen, ik ben vegetarisch. Maar ik eet geen vlees meer. En ik ben wel steeds bewuster aan het worden van mijn consumptiegedrag en van hoe ik de aarde zeg maar benut. Daarom dat ik Amber al volgde. En toen kwam ik er ook achter van, hé, dat was jij daar. Dacht ik, goh, jeetje. Ja, ergens verraste het me niet. Maar ik wist ook niet gelijk wat ik ervan moest vinden. Want ik ben wel... een gepassioneerde Amazone. Mm-hmm. En ik haal daar super veel geluk en plezier uit. En dat klinkt heel egoïstisch, want ik haal er plezier uit. Maar ik denk echt oprecht. En dat is hoe ik vandaag de dag in het leven sta. Dat mijn paarden daar ook plezier uit halen. Maar de discussie ik denk dat de discussie die gevoerd moet worden zeker wel van deze tijd is. Want inderdaad, wanneer haalt een paard er plezier uit? En... wanneer ben je capabel genoeg om een paard te mogen hebben en te mogen trainen? En ik denk niet dat mijn paarden altijd heel gelukkig zijn geweest met mij op hun rug. En daar voel ik me ook wel slecht over. Ik denk, oh, ik heb zoveel fouten gemaakt en ik heb ze ook wel onrecht aangedaan. Met de kennis die ik toen had en ook wel met het oog op status willen krijgen en willen winnen en voor het plaatje en voor de buitenwereld willen rijden. Ik heb ook wel eens een dag voor de wedstrijd dat ik nog even ging trainen, dat ik mijn paard een slof heb aangedaan en dat ik sporen tussen de ribben heb geprikt. En dat ik hem ook wel echt een klap heb gegeven omdat hij niet aan mijn been was en hij liet me in de steek tijdens de proef en morgen moet hij wel luisteren en anders dan zet ik hem op marktplaats. En weet je, ik erken dat probleem en dan ben ik nog maar de ondergrens en ik heb natuurlijk ook wel... Dat ik al heel veel heb gezien, ook in de paardenwereld, in verschillende disciplines. Op lage niveaus en op hoge niveaus. En ik kan niet altijd alles op mijn YouTube-kanaal delen. Want ik wil vooral dat het ik een soort van positief YouTube-kanaal heb. En ik wil het heel erg bij mezelf houden. En ik vind het niet prettig om op mijn YouTube-kanaal andere ruiters of andere dingen heel erg kapot te maken. Maar... Het is wel eens moeilijk als ik dingen zie gebeuren, om daar dan stil over te blijven. Dus ergens, ja, ik weet niet, ergens vind ik het ook wel goed dat dit nou eindelijk ter sprake komt. Want er gebeuren wel echt dingen waar ik ook niet achter sta, waar ik ook niet trots op ben. Ik denk wel dat het een hele ingewikkelde discussie hebt met heel veel lagen en dat het echt niet zo zwart-wit is. Ja, dus ik vind dat echt super interessant. En ik heb nog wel een vraag. Nou is het misschien te kort dag. Want het is nou donderdag en het is afgelopen zondag gebeurd. En ik kan me voorstellen dat er heel veel over je heen gekomen is. Mm-hmm. Dus misschien dat als ik volgend jaar de vraag aan jou stel, dat je een ander antwoord zal geven. Maar als je bijvoorbeeld nu zondag over zou mogen doen. Mm-hmm. Zou je dan weer gaan? Of zou je het net iets anders doen? Of zou... Wat dan? Hoe kijk je erop terug? Heb je van dingen spijt? Of denk je, oh, dat gaan we nog 20 keer doen? Mm-hmm. Nee, ik heb zeker geen spijt en ik zou het eerlijk gezegd ook zo weer overdoen. Ik zou dan misschien wel kijken naar de route die ik zou rennen. Heel veel mensen die
gebruiken nu als stok om mee te slaan, zeg maar. Dat ik ging staan tussen de hindernissen terwijl het paard aankwam rijden. Nou, als je goed kijkt op de beelden, sta ik niet stil tussen de hindernissen, maar rende ik er langs en wachtte ik totdat het paard overheen was om weer de andere kant op te rennen. Maar dat is misschien dat soort kleine dingetjes wat dan misschien... Mensen gooien het nu ook heel erg op veiligheid, van je hebt dat paard in gevaar gebracht. Ja. Ik zelf geloof daar niet zo in, omdat ik weet dat met heel veel grote stallen, trainingsstallen, et cetera, daar lopen altijd wel mensen door de bak. En die staan dan misschien niet met een spandoek in hun handen, maar de ruiter heeft zelf, die is zelf ook een beetje tegenstrijdig aan het praten. Want op het ene moment zegt hij, ik had het niet eens door. En het volgende moment zegt hij, ik had het door toen ik naar de derde hindernis reed. En als het echt een serieus gevaarlijke situatie was, dan had de ruiter zelf ook nog kunnen kiezen om te stoppen, om het parcours stil te leggen. Want ik denk met zulke omstandigheden dat hij echt wel zijn ronde opnieuw zou mogen doen. Dat de jury daar een uitzondering voor zou maken. Maar blijkbaar voelde de ruiter ook niet dusdanig het gevaar. En dan denk ik van, ik denk dat dit een gevaarargument wel van de baan kan eigenlijk. Ik ken Mark Houtzager niet persoonlijk. Ik heb echt geen idee hoe hij zijn paarden houdt en hoe hij zijn paarden traint. Dus daar wil ik ook echt... Daar ga ik me niet over uitlaten. Maar als ik hou me ook wel graag bezig met sportersmentaliteit en met focus en sportpsychologie. Los van de paardensport. Ik vind dat ook heel interessant om bij andere sporten en zo. Ik vind het altijd heel leuk om interviews van sporters en zo te lezen en te luisteren. En wat ik dan wel heel interessant vond, is dat hij zijn ronde bleef afmaken. En toen dacht ik, die heeft een hyperfocus, jongen. Die gaat gewoon door. Dat vond ik wel, dat voeg misschien niks toe in deze discussie, maar dacht ik wel, jeetje, als je dat kan, weet je wel, dat zoiets gebeurt waar eigenlijk heel paardenland toch van slag is geraakt. Ja. En hij is gewoon blijven doorrijden. Wow. Ja, ik vind het ook best wel knap inderdaad, maar ik denk dat ook is, hij heeft natuurlijk ook wel zijn ogen op de prijs. En ik denk dat best wel een grote motivatie is om dan door te gaan, dus... Ja, ik snap ook wel dat hij is doorgereden, zeg maar. Maar ik denk ook wel, als hij echt het gevaar voelde, dan was hij wel gestopt, lijkt mij. Ik denk dat natuurlijk instinct van de mens en van een paard, dat daar wel, maar goed, veilig of niet, ik weet niet zo goed. Kunnen we, ik bedoel, ik verwacht sowieso meer acties van jou, überhaupt gewoon. Maar kunnen we specifiek in de paardensport in Nederland nog meer acties gaan verwachten en denk je dat ze jou nog binnenlaten op een evenement? Omdat jouw gezicht overal bij de kassa hangt van die mogen we niet meer binnenlaten. Ja, er staan best wat foto's op het internet waar ik natuurlijk vol in beeld ben. Dus ik denk inderdaad dat er wel fotootjes komen te hangen aan de kassa's van laat deze niet naar binnen. Aan de andere kant, de mede-activist waarmee ik ben gesprongen, die heeft ook wel eens het Jumping Amsterdam event gestreakt. En die gaat natuurlijk ook regelmatig naar Stiervecht daarin. Dus daar laten ze hem ook nog steeds binnen. Dus dat is maar net de vraag. Maar of ik nog een keer vandaag de dag bijvoorbeeld naar zo'n event zou gaan om hetzelfde weer te doen, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat weet ik niet. Het is net hoe het allemaal loopt, denk ik. Net wat we denken nodig te hebben als En ik denk dat jullie van tevoren je geplande acties ook niet openbaar zullen delen. Nee, zeker niet. Nee. Dus dat is een geheim. Ja, dat is een geheim. We moeten afwachten. Wie weet. Verrassing. We hebben het er al even kort over gehad, maar er is natuurlijk, het heeft heel veel losgemaakt. En ook veel weerstand en echt emoties. Zo, wat ik bedoel, boosheid is ook een emotie. Mm-hmm. Kan je dat ook begrijpen? Zeker. Ja, zoals ik aan het begin van de video ook heb gezegd, ik kom zelf ook uit de paardenwereld. En ik heb zelf ook heel lang de paardensport en de paardenwereld verdedigd. En op het moment dat er ook maar iemand een klein beetje kritiek had erop, dan ging ik al meteen in de avond van, maar dat is niet zo. En dus ik snap zeker die emotie, want je bent trots op wat je doet en je wilt eigenlijk ook niet... Dat iemand je wijst op het moment dat jij iets verkeerd doet eigenlijk. Want als iemand in één keer een protest gaat doen tegen de sport waar jij zo van houdt, dan is er misschien wel iets wat jij en de mensen die jouw sport beoefenen niet goed doen. Maar dat wil je natuurlijk ook niet weten. Dus tenminste, dat wil je niet horen, niet accepteren. Want in principe, ik denk dat niemand is begonnen met paardrijden
om paarden pijn te doen of zo. Ik denk dat iedereen juist is begonnen met het idee van, oh, ik hou van paardrijden, dus ik ga paardrijden. Mm-hmm. Maar voor mij ondertussen is dat nu zoiets. Ik ging vroeger naar dierentuin omdat ik van dieren hield. Nu boycott ik dierentuin omdat ik van dieren hou, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Dus, maar ik snap zeker wel dat mensen het verdedigen. Omdat je serieus het idee hebt dat je iets heel goeds aan het doen bent. En dat je goed voor je paard zorgt en de connectie hebt met je paard. Ik snap zeker wel al die emoties. Ja. Mm. Zeg maar, vanuit mijn... Ik denk vanuit mijn persoonlijke leven weet ik hoe het is om een overtuiging te hebben die minder populair is. Dus dat je een minderheidsgroep bent. En wil even niet zeggen dat ik nou hier in de slachtofferrol ga zitten. En dat is ook een reden dat ik er niet heel veel aandacht aan geef op mijn YouTube kanaal over het moslim zijn. Maar dat is, kijk, het is wel iets wat niet altijd zo populair is. Het moslim zijn in het algemeen, of bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek. Er zijn namelijk ook heel veel mensen in Nederland die dat willen verbieden en die mij dat willen afnemen en die daar actie tegen voeren. Dus ik sta er een beetje dubbel in. Aan de ene kant dat ik heel goed begrijp hoe het is om die rebelsheid te hebben tegen wat gangbaar is en wat geaccepteerd is en wat als normaal wordt beschouwd. Want ik denk dat normaal slechts is wat je gewend bent. Dus als een maatschappij gewend is aan iets, dat we dat dan als normaal ervaren. En als je dan een andere kijker op hebt en dat ook nog uit, dat je dan niet altijd acceptatie krijgt van de maatschappij. Dus ik snap die kant. En ik anderzijds weet ik ook hoe het voelt als iets of iemand of een groep je probeert te ontnemen wat je juist heel erg waardevol is. Dus in mijn geval, bijvoorbeeld het dragen van mijn hoofddoek, is een stukje van mijn identiteit. En daar heb ik heel veel liefde voor. Dat is ook mijn keuze. Ik geloof ook dat ik daar niemand mee beschadig. Dus dat is heel moeilijk als mensen daar actie tegen voeren en dat willen ontnemen. Dus als ik het even zo projecteer op dit, dan aan de ene kant heb ik daar heel veel respect voor dat er mensen zijn die, ondanks dat het een niet zo geaccepteerde mening is, zich daar toch tegen durven uit te spreken. En ondanks dat je dan gewoon niet geaccepteerd wordt en niet aangemoedigd, maar eerder ontmoedigd wordt, dat je daar toch voet bij stuk in blijft houden. En dat aan de ene kant heb ik heel veel respect voor. En aan de andere kant begrijp ik ook dat als mensen met zo inderdaad zoveel liefde en passie en eigenlijk heel veel offers maken, want je bent je hele sociale leven kwijt en je vrije tijd en al je geld gaat allemaal in je paard zitten. Dat je echt denkt, of ja, ik ben er wel van overtuigd dat ik daar ook echt iets goeds wel mee doe. Maar dat is ook heel moeilijk als er dan actie wordt gevoerd en mensen dat willen ontnemen. Dus ik sta er op die manier sta ik een beetje zo, probeer ik beide kanten altijd te begrijpen. En nou is mijn vraag eigenlijk van, hoe, als je zeg maar een minderheidsgroep bent en je hebt een minder populaire mening, hoe hou je het dan vol om er toch mee door te gaan? Weet je, waarom denk je niet gewoon van, lekker mijn eigen kleine wereldje. Ja, en ik doe wel wat ik wil, maar ik ga er verder, ik ga geen energie meer steken in het willen overtuigen van mensen of zo, want ik krijg toch alleen maar weerstand. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, ik ben dus bijvoorbeeld veganist en ik noem mezelf ook liever antispecicist. Want ik zie alle soorten dieren, dus ook mensen als paarden, als honden, als katten, koeien, kippen, zie ik als gelijk. En ik denk op het moment dat jij weet wat er gebeurt met die dieren, je hebt die kennis, dan is het ook je plicht om te handelen in het belang van die dieren. En om mensen te laten zien wat er gebeurt met die dieren. En ik zelf sta dus regelmatig bij boerderijen, in slachthuizen, bij dierproefcentra. Dat soort plekken, daar kom ik heel veel. En ik zie heel veel leed constant, zeg maar. En ik kan gewoon niet meer leven zonder iets te doen voor die dieren. Alleen mijn consumptiepatroon aanpassen, zeg maar. Dat is niet meer genoeg. Er moet meer gebeuren, want op het moment eigenlijk is dan het gezegde wie zwijgt stemt toe. Mm-hmm. Die komt dan best wel van kracht daarin. En ik wil dit niet toestemmen, zeg maar. Dus mm-hmm. daarom verzet ik me ertegen. En ja, dus op het moment dat je eigenlijk gewoon weet wat er gebeurt en je hebt al die kennis, je hebt het allemaal gezien en ja, dan kan je niet meer niks doen, zeg mm-hmm. maar. Ik denk dat daar ook wel, vooral het laatste wat je zegt,
dan denk ik inderdaad al van bijvoorbeeld de dierproefcentra of de bio-industrie. Ik denk dat heel veel mensen, omdat ze het niet zien en het niet weten of niet willen weten, daarom ook niet een associatie bij hebben als ze het consumeren. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld die verpakking met vlees die je uit de supermarkt haalt. Mensen hebben daar niet het gevoel bij, het verhaal wat er dan achter zit. Ja. Dus ik, ja, wat mij persoonlijk wel veel heeft gedaan, is om inderdaad beelden echt te zien. En dat het ook in de paardensport dingen zien gebeuren. En dan pas denk je, wow, dit is echt. Want je kan het inderdaad nog zoveel lezen en via horen. Maar de confrontatie, als je iets op je netvlies krijgt, dan... Ja, dat heeft wel veel effect. Ja, zeker. Ja, ja. En dan om bijvoorbeeld om terug te komen, wat ik dan bijvoorbeeld net zei over, er zijn mensen die willen mijn hoofddoek verbieden of mijn geloof verbieden of mijn sport verbieden, zeg maar. Waar, bijvoorbeeld persoonlijk, waar ik heel veel moeite mee heb, is als mensen mij iets willen opleggen of iets willen verbieden. Omdat ik, waar is de grens? Hè? Want in bepaalde gevallen is iets nodig. Ik bedoel, ik vind dat... pedofilie is geen onderwerp van discussie, dat is gewoon verboden. Dat moet ook per wet verboden worden en gehandhaafd en alles en nog wat. En dingen zoals moord en noem het maar op. Maar dus dan kan je zeggen, waar is de grens? Wanneer is iets een misdaad en wanneer niet? Dierenmishandeling is een misdaad. En wat is dan dierenmishandeling? Dus daar kunnen we nog een hele aparte video over opnemen. Maar wat ik denk... is dat als je mensen iets gaat verbieden en je gaat het opleggen, dat ze het dan vervolgens dan maar niet doen omdat het wordt opgelegd. Ja, weerstand bieden. En dan krijg je heel veel weerstand. Terwijl ik denk als je mensen opvoedt en helpt om het moraal een beetje gezond te krijgen, is dat het dan het goede gedrag vanuit hun kern en vanuit hun hart komt. Ja. Dat ze het dan met veel meer overgave, of overgave is misschien slecht woord, maar een soort van vanuit hunzelf, vanuit acceptatie doen. Ja, maar dat klopt ook heel erg. Psychologisch gezien werkt dat ook heel erg zo. Ik sta bijvoorbeeld ook wel eens met organisaties op straat om met mensen in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen. En daarin proberen we ook eigenlijk niks op te leggen aan die mensen. Wij stellen de vragen, de mensen geven zelf de antwoorden. Mm-hmm. En op een gegeven moment komen ze zelf tot de conclusie van, hé, maar wat ik nu zeg, komt niet overeen met wat ik net zei. Mm-hmm. Dus daar zit iets niet goed, misschien moet ik daar iets aan doen. Dus dat is inderdaad zeker zo. Op het moment dat mensen zelf tot die conclusie komen, is dat veel effectiever. Dat is zeker waar. Alleen, binnen veganisme praten we ook heel veel over zaadjes planten bij mensen. Mm-hmm. Maar op het moment dat het plantje niet gaat groeien uit het zaadje, dan ga je vanzelf net iets meer input geven, zeg maar. Net iets meer doen om dat plantje wel te laten groeien. Mm-hmm. En zo zie ik de vormen van activisme die ik naast het outreach doe heel erg. Mm-hmm. Dat is net een beetje dat extra wat misschien net weer een andere groep mensen aan het denken kan zetten. Of de mensen die nog twijfelt aan het denken kan zetten. Of mensen die er überhaupt nooit over na hebben gedacht, maar er ook niet snel mee in aanraking zouden komen, mm-hmm, om die aan het denken, mm-hmm, te zetten. Maar eigenlijk... wat je doet is invloed uitoefenen op een groep mensen, mm-hmm, toch? Ja. En door middel van de vragen die jij hun dan bijvoorbeeld stelt, wil je ze zelf aan het denken zetten en dan de antwoord laten geven waardoor ze zelf denken van, hé, hey, snap je? In plaats van dat je zegt van, je moet niet dit en je moet niet dat en je moet niet zus. Maar is dat, dat stellen van vragen is ook een beetje prikkelen van zintuigen, het is een beetje stimuleren, het is aanzetten tot... denkvermogen en aanzetten tot actie, toch? Ja, klopt. Dus eigenlijk indirect ben je op een bepaalde manier bezig met conditioneren van een groep mensen. Ja, nou ja, het is zoals ik mijn paarden kan conditioneren om bepaald gedrag te gaan laten zien en bepaalde dingen te doen. Ja. Alleen het verschil met de vormen van... Kijk, conditionering is op zich niet iets heel slechts. Mm-hmm. Wat is het gevolg van die conditionering? Waarom doe je die conditionering? Mm-hmm. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. De conditionering die ik zeg maar tijdens outreach dan misschien doe... Mm-hmm. Is een manier om te zorgen dat er minder wezens op deze planeet pijn hebben. Dat er minder leed is op deze planeet. Mm-hmm. En de conditionering die we zien in de paardensport... dat is vooral voor ons eigen gewin. En niet vanuit van, oh, dan is het beter voor mijn paard. Ik ben niet helemaal eens. Nee? Nee. Ligt er dus, kijk, het doel wat de ruiter heeft, die kunnen heel erg uiteenlopend zijn. Hè? Dus ik zeg niet dat een ruiter of een staleigenaar of een investeerder met heel veel geld
door middel van paarden nog meer prestige. En dat gebeurt. Want ik bedoel, een voorbeeld is de racerij in Engeland. Dat is na voetbal de grootste, meest, hoe heet het? Grootste business, zeg maar. Worden biljarden gaan daarin om. Er sterven heel veel dieren. Dieren worden vaak niet ouder dan 5-6 jaar. Ze gaan een bepaald percentage sterft al voor hun eerste rit. Worden 20.000 paarden per jaar gefokt voor die industrie. Gaan er gemiddeld 10.000 per jaar gaan er naar de slacht. Gewoon omdat die het niet redden. Mm-hmm. En dan de rest, nou, je wilt allemaal niet weten. Drugs en noem het allemaal maar op. Ja. Paarden zijn te duur om op het weiland te gaan. Ja, weet je, ik bedoel, er zijn echt wel dingen die mij aan het hart gaan, hoor. En dat is niet dat ik dat dan, dat ik dat dan goedkeur. Dus dat wil ik even duidelijk zeggen. Maar ik heb gelukkig ook een heel netwerk om me heen. Met een hele andere insteek en hele andere doelen. En ik denk wel dat door de manier van het conditioneren van mijn paarden, dat mijn paarden het beter krijgen. Omdat, zeg maar, zo conditioneren is eigenlijk gewoon leerproces. Of training, opleiding. Het is met conditioneren, het woord klinkt soms een beetje als brainwash. Maar eigenlijk iedereen is geconditioneerd. Als ik in de auto zit en het stoplicht wordt rood, ga ik stilstaan. Want als ik niet stilsta, krijg ik of een boete, of ik word doodgereden. Of ik vertoon asociaal rijgedrag. Dat is gewoon niet goed, weet je wel. Ja. Dan kan je misschien één keer mee wegkomen, maar niet zo vaak. Dat is ook een vorm van conditionering. De hondjes die bij ons aan de riem lopen, dat doen ze ook niet van wilds af aan, zeg maar. Dat is ook geconditioneerd. Mm-hmm. Mijn katjes, als ik 's ochtends beneden kom, dan krabben ze bij de achterdeur en dan gaan ze miauwen en dan gaan ze heel lief kijken, want dan willen ze eten. Mm-hmm. Dat is ook geconditioneerd gedrag, want ze weten, als ik dat doe, krijg ik eten. Ja. En even voor de kijkers, daar is heel veel uitgebreide informatie te vinden op internet. Maar even heel grof gezegd, gebeurt het opleiden door een aantal dingen. Eén is gewenning. Bijvoorbeeld een paard is van nature wel een vluchtdier. Een heel wild paard die voor het eerst een auto ziet, zal sowieso wegrennen. Mijn paarden hebben een tijdje langs het spoor gestaan op de vorige stal. Of nu ook dat de fietsers elke dag langskomen. Ze weten, dit hoort bij mijn leefomgeving. Hier hoef ik niet voor te vluchten. Bespaar me die energie. En dan heb je dus gewenning, is dat. En dan heb je de negative en de positive reinforcement. En de positive betekent, je voegt iets toe. Dus je geeft een, oh wat braaf, een stem, een aanmoediging, weet je wel. Of een klopje, of een snoepje. Want voer is natuurlijk een hele goede bekrachtiger. Dat is heel belangrijk voor paarden, voer. Dat is heel belangrijk. Ja. En de negative reinforcement is dat je iets weghaalt. Dus bijvoorbeeld, je geeft een been of een kuitdruk. Of je geeft een teugelhulp. Op het moment dat de paard er antwoord op geeft, het antwoord dat jij graag wil zien, dan laat je die druk los. En dan kunnen we discussiëren van, ja, wat is dan druk? Maar in principe is het, al wapper ik maar met mijn hand naast de billen van mijn paard. Dus ik geef hem nog niet eens een fysieke druk. Maar ik geef alleen maar een soort van energetische druk. En hij bedenkt dan van, wat staat ze nou raar te wapperen? Moet ik daar wat mee? Goh, laat ik eens een stapje opzij gaan. En het gewapper stopt. Ping, dan heeft hij... Als je dat maar vaak genoeg herhaalt. Dus dat is even heel kort samengevat. Ik ben niet zo goed in kort samenvatten, maar dat is dan conditioneren. En ik denk wel dat wij hebben paarden eigenlijk gedomesticeerd al heel lang geleden. Dat onze paarden leven nu in de wereld van mensen. En ik denk niet dat elkaar hoeft te bijten. Alhoewel er wel heel veel verbetering te behalen valt in de leefomgeving en het houden van paarden. Dat is ook weer een hele discussie. Maar ik denk wel dat doordat ik mijn paarden conditioneer of opvoed, leer omgaan met dit leven, dat ze een fijner leven hebben. Want dan, als een paard iets niet kent, is het spannend en dan vindt hij dat eng en dan krijgt hij spanning. Terwijl als mijn paard gewoon weet van, oh, ik krijg een hals erom en dan moet ik netjes meelopen en dan word ik even vastgebonden aan de muur. En dan komt de hoefsmid en die gaat dan mijn hoef optillen en dan gaat hij er met een vel langs, weet je wel. Ja, dat als een paard dat niet heeft geleerd, dan is dat super spannend, want het is vet raar. Om een paard, eigenlijk dat soort simpele dingen, om een paard te borstelen en te halsteren en mee te nemen en te wandelen. Het is, alleen dat soort basisdingen kunnen al vet raar voor een paard zijn als ze dat niet kennen. En ik denk wel, als je paard leert om te gaan met het leven waar hij nu dus in leeft, dat voor een paard heel veilig is. Zeker. En zijn natuur is ook dat hij graag veiligheid heeft en dat hij weet wat er van hem verwacht wordt. En daarbij denk ik dat het leerproces, dus niet alleen het effect van de conditionering. Want als ik bijvoorbeeld mijn paard heb geleerd wat betekent
van stap naar draf. Dan heb ik het effect dat ik dan de hulp geef en dan hup gaat hij in draf. En dan, oh, dan kan dat leuk zijn, want het paard weet van, oh, dit wordt er van mij verwacht. Yes, en dan kan hij punten verdienen, want hij doet het goed. Maar zelfs het proces om het aan te leren, als je dat op een fijne manier doet, kan dat hele leerproces al leuk zijn. Dat is wel ook iets wat ik heel erg in mijn leven nog steeds aan het leren ben, want ik ben nooit uitgeleerd. Ik denk dat ik 2000 jaar oud moet gaan worden of zo en dan nog weet ik het allemaal niet. Maar ik denk dat ik inmiddels wel, zonder arrogant over te komen, maar dat ik wel denk dat ik kan zeggen dat ik manieren heb dat het proces, het conditioneren zelf, al leuk is voor mijn paarden en het resultaat ook. Ik heb gewoon echt het idee dat mijn paarden wel blij zijn en dat het conditioneren hun helpt om te begrijpen wat er van hun verwacht wordt en dat ze daardoor ook de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat, op zich zeg je dat ook heel goed. Dat is ook in principe wat we doen. We zorgen dat hun leven daardoor fijner wordt. Want wij hebben wel verwachtingen van ze ergens. Of dat dus inderdaad is naar de bekapper gaan of rijden of grondwerk of wat dan ook. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook wel als je bijvoorbeeld gaat rijden en je gaat die conditionering aanleren. Dan doe je dat meer om het zo fijn mogelijk te maken. Maar nog steeds wel voor iets wat jij eigenlijk van je paard wil. Mm-hmm. En ik zelf heb ook heel lang gedacht dat het paard wat ik nu dan bij me heb, dat hij het eigenlijk super leuk vond om te rijden. Want hij had zijn oortjes naar voren en hij deed altijd braaf wat ik vroeg. En we wisselden heel veel af, dus dat zou ook wel leuk zijn voor hem. Maar op een gegeven moment kwam ik dus tot die conclusie dat ik niet meer wilde rijden. Best wel een lange rit daar naartoe. Maar goed, toen ik daarvoor koos, ging ik eigenlijk vooral proberen te samen zijn. Dus eigenlijk zonder verwachtingen bij mijn paard zijn. Mm-hmm. En van daaruit merkte ik ook in één keer een veel hechtere connectie met hem eigenlijk. Omdat ik gewoon geen verwachtingen bij hem had. Hem ook dus niet hoefde te conditioneren. Nou heeft hij natuurlijk wel het bekappen en zo heeft hij allemaal geleerd. En dat heb ik ook bij hem geconditioneerd inderdaad. Want ik kan hem gewoon in principe in de wei terwijl hij los staat bekappen. Dat komt ook uit conditionering. Ja. Maar dat is inderdaad in zijn belang. En het rijden, die conditionering, is meer in ons belang. Want wij willen rijden, dus moeten we het zo fijn mogelijk maken voor het paard. Maar het is iets wat wij willen. Maar dat neemt niet weg dat het niet ook leuk kan zijn voor het paard. Je kan het leuker maken voor het paard, inderdaad. Maar ik denk dat geen enkel paard wordt geboren met het idee van, oh, het lijkt me zo leuk om bereden te worden. Dus van daaruit is die gedachtegang al die conditionering, zeg maar. Ja, en heeft een paard dan bijvoorbeeld... wij mensen hebben een stukje in onze hersenen waarmee we dromen en ambities en verlangens. Dus los van onze primaire levensbehoeften, maar mm-hmm. dat we ook vooruit kunnen plannen en alles. Mm-hmm. En tot hoever heeft een paard, want een paard heeft zeker karakter en zeker emotie, dat zal ik nooit ontkennen. Echt nooit, want ik weet dat mijn paarden hebben een eigen karakter en ze hebben echt emotie. Dat voel ik gewoon en dat zie ik. Ik maak ze natuurlijk dagelijks mee. Mm-hmm. Maar in hoeverre hebben ze instinct wat in principe erop gebaseerd is om te overleven. En zich dus ook aan te passen en te zoeken naar begeleiding in hun leven. En dat leven is nu niet meer wild, weet je wel. Dat leven is nu met ons. Nee, ik geloof dat is inderdaad ook wat je zegt. Ja, paarden hebben niet, die leven heel erg in het nu. Die hebben inderdaad niet dat ze heel erg vooruit denken. Dat ze geboren worden, zeg ik wil later timmerman worden of zo. Weet je, activist of zo. Dat paarden, dat als je ze in hun natuurlijke behoeften voorziet. Dus dat ze sociaal contact en vrije beweging en eten en drinken. Dat ze vooral het belangrijkste eten, drinken en zo. En veiligheid, dat is voor een paard natuurlijk extreem belangrijk. Ja. Maar bijvoorbeeld van het trainen van een paard. Weet je, ze worden er mooier door in het lijf. Maar ik heb zoveel paarden zien veranderen door trainen. Dat ik ze echt heb gezien dat ze open gingen. En toch... Misschien klinkt dat heel vaak, maar dat ze trotser werden en dat ze bewuster werden van hun lichaam ook. Ja, ze kunnen ook inderdaad heel, heel trots worden als ze iets nieuws leren. Want dat zit ook wel een beetje in het paard. Ik heb bijvoorbeeld met Scooby heel veel vrijheidsdressuur gedaan. En op het moment dat hij zo'n trucje dan door had, dan zag je hem echt helemaal van, oh yes, weet je wel, ik kan het, ik doe het goed. Uiteindelijk doe ik het nu niet meer, tenzij hij het zelf dus aangeeft. Dus op het moment dat ik heel erg aan hem... Want hij is heel introvert van zichzelf. Mm-hmm. Op het moment dat hij extravert is,
Dan weet ik dat hij iets wil doen. Dus dan ga ik kijken, wat wil je dan doen? Wil je trucjes gaan doen die je kent? Wil je een stukje wandelen? Dat doen we dan met de nekroop buiten. Wat wil je precies doen? En dan kijk ik daar eerder naar. En dat is dan voor hem het extra stukje, een stukje waar hij vrolijker van wordt, zeg maar. Dus eigenlijk laat ik hem zoveel mogelijk met rust. Laat ik hem zijn ding doen. Heeft hij eten, veiligheid, drinken, sociaal contact. En alleen op de momenten dat hij dan naar mij toe komt echt en extrovert is van hey, ik wil wat doen, dat ik dan zeg van oké, nou dan kunnen we wel wat gaan doen, zeg maar. Dus dan is het echt in zijn belang, voor zijn plezier. En dan heb ik er zelf ook heel veel meer plezier aan. Want dat is... Maar als mensen op een paard willen gaan rijden, dan is er ook een stukje wat fysiek ontwikkeld moet worden. Ja. En dat betekent dat er ook meer regelmaat moet zijn. Want als je één keer in de maand een training doet, omdat het paard er dan pot, hè, even zin in heeft, dan zet dat geen zoden aan de dijk. En nee, ik vind wel, waar ik wel voor sta als paardentrainer en als instructeur, is dat, oké, wij willen op een paard rijden. Ik zeg niet wij, jij en ik, maar veel mensen willen op een paard rijden. Waar ik persoonlijk geen problemen mee heb, maar wel vind ik dat er dan echt een verantwoordelijkheid is om dat paard dat te leren, dat hij dat mentaal en fysiek ook kan. Want het is ook op een ongetraind paard gaan zitten, die helemaal niet weet wat je van hem verwacht en die lichamelijk helemaal niet aan kan. Dat vind ik ook, weet je, ik vind dat er heel veel winst in te behalen is. Maar dat is ook wel goed dat je dat zeg maar aansnijdt. Want dat betekent dus inderdaad, op het moment dat wij paarden niet onderhouden in die training, is het helemaal niet goed voor ze dat wij erop gaan zitten. Een paard van nature, een ongetraind paard, die heeft in de balans, zeg maar, als wij daarop gaan zitten en dan door een zachte bak rondjes gaan rijden, terwijl die niet getraind wordt, terwijl niet het gewicht naar de achterhand wordt verplaatst, niet aandacht wordt gegeven aan de linker en rechter ontwikkeling, zeg maar, moet ik zeggen, symmetrische ontwikkeling enzovoort, dan gaat hij blessures krijgen. Ja. En dat is oncomfortabel voor het paard. Dat gaat zowel op zijn gedrag effect hebben en zijn geluk, en ook op zijn lijf. Ja. Maar op het moment dat paard daar wel, en ik geloof wel dat hij daar de mentale en de fysieke mogelijkheden toe heeft, dat het paard uitermate geschikt is om zich op die manier te ontwikkelen, dat je dan echt, dat is fantastisch. Ja, voor mij is dat onbeschrijfelijk. Als ik een paard dat op een gegeven moment zo met mij die connectie heeft, dat hij echt, bijna als een fysiotherapeut kan je gaan trainen, dat paard echt zo gaat begrijpen van, oh ja, als ik mijn lijf zo doe en dit en dat, en dan kan ik gewicht dragen en dan word ik trots en dan ga ik groeien. En als jij daar dan op mag zitten, dat is zo, voor mij is dat zo'n gaaf gevoel. Ik snap het, wat ik zei, ik heb zelf ook heel veel gereden en paarden getraind, et cetera. Dus ik snap heel erg dat gevoel. Maar dan kom ik nog steeds zeg maar terug op dat stukje wat ik dan persoonlijk best wel krom vind. Wat je ook bijvoorbeeld heel veel hoort bij academische rijkers is zo van, je moet het paard eerst leren zichzelf te dragen voordat hij jou kan dragen. Ja. Maar dat geeft voor mij al aan van oké, dus wij moeten het paard iets leren, wat dus blijkbaar niet al van nature gebeurt, om iets onnatuurlijks dus bij ze te gaan doen, namelijk het paardrijden. Maar wij moeten toch ook, voordat we kunnen rennen, moeten we eerst leren lopen, leren staan überhaupt. We beginnen gewoon met kruipen. Maar het ding is, zeg maar, bij ons is het kruipen, lopen, het rennen, is bij ons voor ons eigen belang. Bij een paard is het niet voor zijn eigen belang. Want uiteindelijk maken wij de keuze van, hey, ik wil op jou gaan zitten, dus ik moet jou nu leren om dit te doen, want dan kan ik dat doen. Maar als je dan denkt dat het leerproces leuk is en niet schadelijk, en het uiteindelijk, oké, een paard heeft een goed leven als hij niet bereden wordt, maar het kan net zo goed zijn, of misschien kan hij nog wel gelukkiger worden als hij wel getraind wordt. Ja, ik snap heel erg wat je zegt, maar dat is inderdaad het stukje van de verveling ook die paarden misschien hebben. Want wat een argument is ook gewoon heel veel krijgt van, ja, nee, lekker op paard op een weiland zetten, dat is goed voor hem, dan gaat hij zich toch vervelen. Ik heb Scooby nog nooit zo gelukkig gezien als nu, terwijl ik hem echt dus heel veel met rust laat en zijn eigen ding laat doen. En dus op het moment dat hij het aangeeft, kunnen we iets doen. Maar op het moment dat wij dus inderdaad willen gaan rijden, dan moeten we dat ook blijven doen. Dus dan kunnen we niet meer afwachten tot het paard er zelf zin in heeft, zeg maar. Ja, maar die continuïteit en die training is ook alweer een stukje gewenning. Ja, die conditionering weer. Ja. Ja, en ik vind dat conditioneren juist super interessant. Ik ben daar natuurlijk dagelijks mee bezig en dan pak ik het mentale en het fysieke plaatje bij elkaar. En voor mij is het conditioneren van paarden, dat is geen scheldwoord of zo, weet je wel. Ja, ik heb zelf ook heel lang, niet zo lang als jij, want ik ben nog
niet zo oud als jij ook bent, maar het grootste gedeelte van mijn tijd die ik heb besteed in de paardenwereld is inderdaad ook heel erg bezig zijn met het trainen en het hoe en het wat en hoe kan ik dit zo goed mogelijk doen. Mm-hmm. En allemaal verschillende methodes uitgeprobeerd, zowel op de grond als in het zadel. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk kom ik steeds weer toch terug op dat stukje van waarom zouden we het doen als het in eerste instantie überhaupt alleen voor ons eigen gewin is. Dus. Mm-hmm. Want het is nog steeds onze keuze. Ja, maar dat is als jij de overtuiging hebt dat het voor je eigen gewin is. En die overtuiging heb jij. Ja. En dat, is ook, dat mag je ook hebben, daar is niks mis mee. Alleen ik denk, dat is weer mijn overtuiging, dat het, en het is voor mijn eigen gewin. Ja, ik haal er plezier uit. Ja, het maakt mijn leven rijker. Ja, ik vind het gewoon fantastisch als ik uiteindelijk die flow heb en dat ik dan voel dat het allemaal lukt. Mm-hmm. Maar ik geloof ook dat het een win is voor mijn paarden. Want ik bied hun weer de verzorging en de fysieke training, de mentale training, de huisvesting, de liefde. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat het win-win is en dat we het uiteindelijk samen doen. Ik vind het op zich heel leuk dat je die aansnijdt inderdaad. Ik zelf heb zoiets van, nou ja, ik kan ook die verzorging en liefde geven zonder op z'n rug te zitten. Maar dat kan ik ook. Ja, ik vind dat ook echt... Ik rij helemaal niet zo heel veel op mijn paarden. Zeg maar. Op sluitje rij ik soms één keer per week. Ja. Ik zal me ook echt niet vervelen. Toen ik Illustro nog niet had ingereden, had ik hem natuurlijk ook 2 jaar. En ik heb me daar ook prima in vermaakt. Het is niet dat ik altijd op mijn paard moet zitten. Maar voor mij, wat is dan het verschil? Stel dat je grondwerk doet, dan ben je ook bezig met het conditioneren en met het fysiek en mentaal trainen van het paard. Het enige is dat je dan op de grond loopt en niet op zijn rug zit. Ja, maar dat heeft ook weer te maken met de fysieke effecten die rijden met zich mee kan dragen. Op het moment dat je gaat rijden heb je gewoon aanzienlijk meer kans dat het paard blessures oploopt of iets dergelijks dan wanneer je op de grond met zo'n paard werkt. Omdat hij op de grond zijn natuurlijke gedrag beter kan laten zien dan op het moment dat wij op zijn rug gaan zitten. En wat je net ook zegt... Ja, ben ik ook niet heel met je eens. Nee. Want als ik mijn paarden goed train, dan kan mijn paard zich nog beter... Misschien dat ik mijn paarden beter rij dan dat Pietje of Jantje aan de grond loopt aan te klungelen. Ja, maar dat is inderdaad het verschil in ervaring dan ook. Ja, oké. Ja. Kijk, ik zelf was eerst non-vegan, toen vegetariër en later pas vegan geworden. En als vegetariër zei ik ook altijd... Ja, maar het is juist goed dat wij koeien houden. Want in de natuur zouden koeien het nu niet redden. Mm-hmm. Dus het is dan een soort win-win situatie. Als wij dan hun melk drinken... En we dan zeg maar die huisvesting voor die koeien hebben. Mm-hmm. Alleen daar ben ik later, dus ook echt 1,5 jaar later, pas keihard op teruggekomen. Omdat ik meer inzichten kreeg. En toen ineens zoiets had van, oh, maar dat weegt helemaal niet tegen elkaar op eigenlijk. Mm-hmm. En deze dieren worden allemaal gefokt, zodat wij ze kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dat hele fokken voor gebruik, ja, daar kan ik me ook gewoon echt niets in vinden, zeg maar. Maar waar is dan de terugweg nog, hè? Want ik denk dat KWPN Mary, ik denk als ik die loslaat in een natuurgebied, dat ze niet zo lang overleeft. Nee, maar dat is inderdaad, want wij hebben nu die paarden inderdaad allemaal gefokt met als doel gebruik voor de mens. Mm-hmm. Ik denk dat we dat stap voor stap... En dat is tegenwoordig is dat sport, maar heel vroeger was dat oorlog en werk, ervoor, landbouw, ja. Inderdaad. Dus ja, dat is natuurlijk al eeuwen, dat is, ja, weet ik veel hoe lang, dat is al heel lang natuurlijk, hè? Precies. Het drijven van de koeien, ja. Noem het maar dat is eigenlijk ook, dat moeten we, dat, natuurlijk gaat dat niet van de een op andere dag, maar ik denk als we nu bijvoorbeeld zouden stoppen met het enorme fokken van paarden voor de sport, mm-hmm. en dan gewoon voor onze paarden zouden zorgen zoals dat goed is voor het paard, mm-hmm. En dan gewoon de paarden die bijvoorbeeld anders naar de slag zouden moeten, of moeten worden geadopteerd, dat we eerst die paarden allemaal een fijn huisje geven. Mm-hmm. In plaats van dat we blijven fokken enkel omdat paarden mm-hmm. bijvoorbeeld niet goed genoeg zijn voor de sport. Dat we mm-hmm. denken, oh, we moeten een nieuwe kopen, mm-hmm. zeg maar. Ik kan er echt heel ver in met je meegaan. Want het is ook wel, om even weer terug te komen op die racepaarden. Als er 20.000 per jaar worden gefokt en dan gaan er 10.000 per jaar naar de slacht. En de rest, nog een heel groot percentage die gewoon het loodje legt. Ja. Dan is er gewoon een overschot en heel veel overproductie. Ja, productie klinkt alsof het een product is, maar je begrijpt wat ik bedoel. Heel veel. Maar dat is ook inderdaad het ding, want we praten vanuit fokproducten. Ja, en daarin missen we een beetje het gedeelte dat een paard een individu is. Ja, en ik ben echt mee eens dat fokkerij al heel veel aan de paarden heeft veranderd. En dat kan voor de sport in positieve zin uitpakken, maar voor het paard zelf
Dat is echt nu al, en daar wordt niet zo heel veel over gepubliceerd. Dus er wordt ook heel veel in de doofpot gestopt. Ja. Omdat er wel heel veel belangen zijn in het verdienen van geld. Bijvoorbeeld fokkerij, bijvoorbeeld sport, noem het maar op. Dus er gaat wel veel in de doofpot. En er zijn echt wel al mensen die zich daar heel erg mee bezighouden. Dat moderne paard gewoon al heel erg veranderd is. Gewoon qua constructie. Er zijn echt vervormingen al in gewrichten en spieren. En dus ik volg je daar zeker. En ik denk dat kwantiteit altijd ten koste gaat van kwaliteit. Welke dus, of het nou over vleesindustrie gaat of het fokken van paarden. Ja. Maar wat we bijvoorbeeld net hier zagen was dat de herder en zijn hond en de schapen drijven. Vond ik toch een hele mooie samenwerking tussen mens en dier. En ik denk wel dat wij mensen en paarden echt een hele interessante geschiedenis hebben. En dat ook bepaalde rassen, meer dan andere rassen, veel meer geschikt zijn om bereden te worden. Als ik mijn paard Illustro vergelijk met mijn paard Habibi. En je pakt misschien bijvoorbeeld een draver erbij of een IJslander. Dat is zo erg appels met peren vergelijken. Mm-hmm. Nou, daar heb je op zich wel een goed punt hoor. Want het is inderdaad, bepaalde rassen werden natuurlijk ook ingezet voor bepaalde doeleinden. Mm-hmm. En daarin zijn best wel veel van die rassen doorgefokt. Met de kwaliteiten die ze graag wilden zien voor die bepaalde doeleinden. Maar dan nog steeds vraag ik me af. Het rijden is nog steeds een keuze die wij maken voor het paard. En niet een keuze die het paard zelf maakt. Mm-hmm. Kan je ook zeggen van, het is nu in deze moderne tijd is het een luxe en niet meer nodig. Omdat vroeger het in bepaalde gebieden had je gewoon een paard nodig. Ja. Speelt dat voor jou ook nog een rol? Of denk je als jij 500 jaar geleden had geleefd, dat je dan ook dezelfde opvattingen had? Ja, misschien 50 jaar geleden. Ik weet niet hoe ik er dan in zou hebben gestaan. Ja. Als we kijken naar die tijd, was ook net na de oorlog. Dat was ook toen de bio-industrie net opkwam met het idee van, oh, we willen nooit meer honger lijden. Dus dat is natuurlijk een heel andere mentaliteit dan wat we vandaag de dag hebben. Maar ik zie ook om me heen eigenlijk de jongere paardenmensen die juist steeds meer bezig zijn met de nieuwe ontwikkelingen en rondom de paardenwereld. Zeker. En de oude garde, zeg maar, die blijft heel erg in het conservatieve hangen van wat altijd zo is. Er zijn ook enkele mensen wel van die van vroeger uit wel ook omslag maken. Maar ik denk zeker dat altijd gaat met generaties ook. Ja. Bijvoorbeeld twee generaties waren dieren in circussen waren doodnormaal. Ja. Als kind ben ik ook nog naar het circus geweest, vaak. Juist om naar de diertjes te kijken. Want ik bedoel, een circus zonder dieren vond ik geen bal aan. Mm-hmm. Pas toen ik ouder werd en ik er dieper over ging nadenken. Dan zie je niet alleen maar meer de show. Dan zie je ook, dan ga je ook meer begrijpen wat er dan achter zit. Ik denk dat we nu in een tijd zijn. Is het in Nederland verboden, dieren in circussen? Wilde dieren wel. Dus paarden worden daar niet meer in meegenomen. Die worden daar niet in meegenomen. Oké, ja. Maar bijvoorbeeld olifanten en tijgers. Die dat mogen is nu volgens mij niet meer. Nee, oké, ja. Ja, dat is. Zie je dat er al eigenlijk in twee generaties tijd, mijn opa en oma hadden ze dat zich niet kunnen voorstellen, denk ik. Ja. Dat was zo genormaliseerd. En dat zie je natuurlijk ook nog heel veel andere landen, zelfs in Europa nog. Kijk, een paar duizend kilometer verderop heb je nog de stierengevechten. Ja. En ik volg een aantal van die mensen ook op social media. Omdat ik heb een Lusitano en dan heb je een Lusitano wereldje. En dan heb je al heel snel de brug naar het stierengevechterswereldje. En dat mensen zijn die uit deze moderne tijd komen, in Europa leven. Helemaal niet dom zijn, gewoon, weet je al, mensen van deze tijd zijn. En die vol trots hun profielfoto ook hebben dat ze een stier aan het spiezen zijn. En vanuit hun leven en hun werkelijkheid, dat dan gewoon eigenlijk iets heel normaals is. En helemaal er niet bij stilstaat. Terwijl, ik was een tijd terug was ik in Denemarken en ik kwam het vliegtuig uit. En het eerste waarmee ik eigenlijk werd overrompeld waren, want het was ook nog in december, waren heel veel reclames van die grote poses van de Copenhagen Fur, van het bont. En ik zag daar echt best wel veel vrouwen met bontjassen. Ja. En dacht ik, wow, ik was best wel in shock. Maar voor die mensen in dat land, met die cultuur, is dat waarschijnlijk doodnormaal. Ja. Dus ja, het is wel interessant hoe dat veranderingen door generaties en de plaats waar je woont en
ja, hoe dingen kunnen veranderen. En ik denk ook zeker dat paardensport gaat veranderen. Hoe en wanneer, dat weet ik niet precies. Dat vind ik heel leuk om daar wel over te filosoferen. Ik merk ook zeker dat ik ben natuurlijk zelf begonnen met het werken aan de hand. Natuurlijk ook, omdat je op een gegeven moment, tenminste ik liep op een gegeven moment ook vast. En ik dacht ook, het moet anders kunnen. En ik voelde me ook niet goed bij de trainingsmethodes waarvan ik toen niet beter wist. Hè? Mm-hmm. Waarvan ik ook mijn best deed, omdat ik dacht ik ga lessen nemen en dan leer ik hoe het moet. Dus ik ben daar zelf onderdeel van. En er is zoveel vraag naar steeds meer alternatief is misschien een raar woord, maar mensen zoeken hoe kan het ook anders. Mensen zoeken steeds meer de connectie en vanuit vriendelijkheid en zachtheid. Ja. Mensen zoeken echt naar het alternatief. Dus ik zie daar echt een verandering in. Maar ik vergelijk misschien heel veel met bio-industrie, et cetera. Maar dat is ook wat ik nu bijvoorbeeld zie. Mensen hebben altijd al vlees gegeten. Mensen hebben altijd al paarden gebruikt. Dat is al een beetje hetzelfde. En nu zie je bijvoorbeeld met het vlees eten dat het afneemt. En dat mensen flexitariër worden, vegetariër worden. Uiteindelijk zijn ze vegan. De grote kans dat dat gebeurt. Ik zie dat een beetje hetzelfde ook met het paardrijden. We hebben altijd al paard gereden. We doen het zoals we het altijd hebben gedaan. Op een gegeven moment gaan een paar mensen toch meer nadenken. Die gaan in één keer andere methodes gebruiken. Of andere dingen doen met hun paarden. En uiteindelijk gaat het balletje steeds verder rollen. Tot, ja. Ik denk dat ook de psychologie achter een cultuur is. Ja. Want weet je, bijvoorbeeld een cultuur is niet iets wat statisch is. Het wordt beïnvloed door de mensen die deel uitmaken van die cultuur. Soms krijg je dat een heersende cultuur is en dan krijg je daar nieuwe ideeën of nieuwe mensen of invloeden van andere culturen. Ja. En dat gaat dan, dat beïnvloedt dan die cultuur weer. Dus het is nooit statisch. Ja. Zo kunnen we ook kijken naar het Sinterklaasfeest, waar mensen natuurlijk een heel drama van maken. Want wat emoties en onze cultuur wordt aangetast en die moeten dat behouden, want het is altijd zo geweest. Maar het is niet altijd zo geweest. Want 2 generaties was het Sinterklaasfeest heel anders dan nu. 4 generaties was het heel, weet ik hoeveel generaties het eigenlijk al bestaat. Maar de geschiedenis van het Sinterklaasfeest is natuurlijk heel divers. En het kent heel veel invloeden van heel veel culturen en gebeurtenissen. Dus zo zie ik het met alles. Ik denk, kunnen we het op alles toepassen. Onderwijs is al veranderd. Weet je, in de tijd dat mijn opa en oma naar school gingen, was het onderwijssysteem heel anders dan nu. En ik zie, weet je, de industrialisering heeft dat ook weer heel erg beïnvloed. En nu zie je weer dat veel meer mensen zoeken naar eigen gereidheid en identiteit. En er is veel meer welvaart. Onderwijs gaat ook weer veranderen. De verandering is er altijd en verandering zal ook altijd gepaard gaan met weerstand en met voor's en tegens. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is en ik denk dat verandering ook goed is. Dus verandering gaat er komen. Ik denk sowieso ook in de paardensport. Ik ben persoonlijk niet op dit moment van mening. Ik zeg nooit nooit, want ik weet gewoon niet hoe het leven loopt. Ik bedoel, 2 jaar geleden at ik ook nog vlees, nu eet ik geen vlees meer. Je weet het gewoon niet. Ik denk dat het afschaffen van het berijden van paarden ver gaat. Ik denk dat er wel alternatieven moeten komen. Dat mensen wel echt veel meer onderwezen moeten worden over hoe we het beter kunnen doen. Ik denk zeker dat de winst te behalen valt. Hoop nog steeds dat ik wel ooit kan shinen met Industro op internationale wedstrijden. Dat is ook nog steeds wel een droom. Maar ja, ik haal daar wel ook heel veel plezier uit. En ik wil daar ook nog steeds wel voor gaan en zo. Ik wil graag laten zien hoe ik dat dan doe op een, in mijn ogen, zo goed mogelijke manier. Ja. Dat is dan mijn bijdrage, dat ik dan mensen les kan geven en dat ik paarden weer kan helpen om beter in hun vel te zitten door middel van mijn training en mijn huisvesting en omgaan en alles. Het is natuurlijk niet alleen maar training. Ja, ik denk ook dat zeg maar, uiteindelijk wil iedereen over het algemeen wel het beste voor de dieren. Maar ik denk dat het verschil tussen jou en mij dan ook, zeg maar, is, jij bent meer dierenwelzijns en ik ben meer dierenrechten. Dus ik heb dan meteen zoiets van, nee, ze hebben het recht om te behandeld te worden en te erkend te worden als de individu die ze zijn, met een eigen wil. En jij wilt eigenlijk gewoon zo goed mogelijk doen wat je wil doen, maar wel op een manier dat het minste het paard schaadt, zeg maar. Ja, maar als je over dierenrechten, dat ze een soort van eigen individu zijn,
kunnen we ze dan ook voor de rechter slepen? Volgens mij een paard mij morgen trapt of bijt, kan ik hem dan ook ter verantwoording roepen? Nou, ik denk dat er gradaties zijn in hoe die rechten precies te werk gaan. Omdat, kijk, paarden die hebben bijvoorbeeld niet dat stukje in hun hersenen waarbij ze denken, oh, ik ga jou nu eens even flink treiteren. Precies, ja. Wij mensen hebben dat stukje wel. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar dan wel een verschil in moet worden gemaakt. Ja. Ja. Maar het paard erkennen alleen als individu. Mm-hmm. Want wat er nu gebeurt in de wet, staan dieren in principe nog steeds als ding in de wet. Mm. Is dat zo, ja? Ja, zolang dieren kunnen worden gebruikt om er geld mee te verdienen, staan ze als ding in de wet, als eigendom. En niet als individu, niet als dier. Ja. Die intrinsieke waarde. Maar heeft het ook te maken met aansprakelijkheid? Want ik kan me voorstellen, kijk, mijn paard kan niet voor de rechter worden gesleept. Maar als mijn paard nu jou iets aandoet, word ik als eigenaar word ik aansprakelijk gesteld. Ja, klopt. Ik denk dat dat zeker wel een klein stukje meespeelt. Maar ik denk dat het in deze vooral te maken heeft met het geld, met de lobby. En dat dieren daarom... je kan er geld aan verdienen. Het is goed voor de economie. Dus dan moet het maar, zeg maar. Dat is nu meer de mentaliteit die ik in ieder geval heel erg oppik vanuit de Tweede Kamer. Ik volg regelmatig de debatten ook in de plenaire zaal en zo. Mm-hmm. En je ziet daar gewoon heel erg... Alles draait om geld. Ze moeten dat geld allemaal maar zien te behouden. Dus daarom bijvoorbeeld de Partij van de Dieren, die loopt gewoon steeds tegen een soort muur aan. Een muur die is gemaakt door alle partijen die belangen hebben, zeg maar, en die geld hebben mm-hmm. zitten in de industrieën. Mm-hmm. Dus dat is een beetje dat ik denk, daarom hebben die dieren nog steeds geen rechten. Mm-hmm. Ik denk dat er meer factoren zijn, maar ik denk dat dat de grootste is, gewoon mm-hmm. geld. Echt het economische belang van mensen. We hadden het er toen straks voordat we dit gingen opnemen al heel over van wanneer is inderdaad iets een feit of een mening, en als je een mening vormt, in hoeverre is het dan nog beïnvloedbaar, want een mening vorm je altijd door de ervaringen die je hebt en de persoonlijke overtuigingen die je hebt. En bijvoorbeeld, voor mij is mijn geloof ontzettend belangrijk in mijn leven. Dat is een heel belangrijk stuk van mijn identiteit. Je zei toen straks iets over gelijkwaardigheid tussen mens en dier. Of gelijkheid. Ik denk dat er meer gelijkwaardigheid is. Hè? Want ik bedoel, we zijn niet hetzelfde, we zijn niet gelijk. Maar ik denk dat je bedoelt dat we evenveel waarde hebben op leven, zeg maar. Ja. En als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn geloof, dan is er ook een tekst die beschrijft dat een goede daad tegenover een dier is net zoveel waard dan een goede daad tegenover een mens. En een slechte daad tegenover een mens is ook telt even zwaar of tegenover een dier. Oké, ik ben zo goed te citeren. Maar het komt er dus op neer dat als ik iets goeds doe voor een dier, dat het dus net zo zwaar telt als ik iets goeds doe voor een mens. Dus daarin, dat geeft al een bepaalde gelijkwaardigheid. Wel zijn er bijvoorbeeld, het islam, dat zal heel veel mensen niet denken, maar die kent juist heel veel dierenrechten. Zeker. Tot in de details. Dat is heel gedetailleerd. Dat is ook heel interessant om je daar eens in te verdiepen. Mm-hmm. Voor iemand die kijkt, denk ik, oh, is dierenrecht islam? Ik dacht dat jullie allemaal dierenmoordenaars waren. Ja, dat wordt varkenshaters en zo. Offerfeest. Maar dat is ook echt onzin, want tijdens het offerfeest hoef je helemaal niet per se een schaap te offeren. Ja, het is zelfs zo dat bijvoorbeeld onze profeet, dat is waar wij natuurlijk een heel groot voorbeeld aan nemen, eigenlijk een soort van semi-vegetarisch dieet had. Dus eigenlijk heel weinig vlees at. En maar goed, die tijd is ook bijna niet te vergelijken met nu. Hè. Dus het is ook weer heel moeilijk om dat soms in context te begrijpen. Maar ik haal daar wel heel veel inspiratie uit. En wel is dat de dieren, dat wij als mens verantwoordelijk zijn voor de dieren. En dat wij dus de verantwoordelijkheid hebben om ze hun rechten te geven. En een aantal rechten die bijvoorbeeld de islam geeft aan dieren, waar ik me heel erg in kan vinden, is recht op beschutting, recht op vrije beweging. Dus dat ze tegen slecht weer moeten ze kunnen beschutten of tegen zon. Maar ze hebben ook recht op vrije beweging. Dus dat betekent niet beschut ze in de stal en sluit ze op. Recht op sociaal contact. Dat een baby niet van de moeder wordt gescheiden. Noem het maar op, zeg maar. Dat het dier niet verminkt. Bijvoorbeeld brandmerken is niet toegestaan. Het afknippen van de voorpluk en het scheren van de manen. Dat soort dingen. Dus er zijn zo zijn er heel veel teksten die het belang van dierenrechten wel benadrukken. En zeker. Dat is wel iets wat me ook heel erg heeft gevormd en wat me heel erg heeft geprikkeld om na te denken over waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Dat hele idee van ik ben de baas en jij moet luisteren, waar ik vroeger op de manege mee ben opgevoed. En als het paard een keer zuur doet met opzadelen, dan geef je hem gewoon een knietje in zijn pens.
Dat klinkt allemaal heel grof, maar zo was het gewoon vroeger. Ja. Ben ik wel erg van op teruggekomen. Dus ik weet ook wel dat ja, jij bent nu 19 jaar, ik ben 30. Ik voel me al heel oud. Maar ik ben een baby. Toen ik 19 was, dacht ik soms ook van, ik heb de wijsheid in pacht en dit is mijn mening. En toen wilde ik dat ook heel graag uiten, weet je wel. En nu denk ik, ja, was dat eigenlijk wel waar? Is het niet, weet je, nu ben ik misschien een leeftijdsfase. Is het nou een schaapje? Ja. Oh, daar ja. Waar dan? Dicht bij ons? Bij het boompje. Oh, schattig. Ik dacht dat hij heel dichtbij zat. Maar dan, weet je, dan wordt het ineens allemaal een soort van grijs of zo. Ja, ik snap wat je zegt. Kijk, bij mij, hoe dat proces een beetje in mijn hoofd is gegaan. Ik ben ook dus begonnen op de manege. En dus ook heel erg van, jij bent de baas. Ook tijdens het rijden, als hij niet doorloopt, je doet een schop-schop-tik. Zeg maar, dat was echt de hele schop-schop-tik, schop-schop-tik. En gewoon het hele idee van, ja, jij moet de baas zijn over dat paard. Want anders dan kan je geen wedstrijden winnen. Dan kan je niet normaal rijden, weet je wel. Nou ja, op een gegeven moment, dat ging mij al een beetje tegenstaan. Dus ik reed dan wel met zweepje, maar ik gebruikte hem eigenlijk nooit echt. Dat vond ik gewoon niet chill. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging ik me dus ook meer verdiepen in de tuigage. Dus ook bijvoorbeeld bitten. En toen leerde ik over de invloed van het bit. Ook al neemt een ruiter de teugels nog niet eens aan, maar gewoon hoe dat ligt in de paardenmond. Hoe gevoelig dat al is voor een paard. Toen had ik zoiets van, nou ja, hier kan ik niet achter staan. Dus toen wilde ik bitloos gaan rijden. Nou, toen ging ik me weer verder verdiepen van, nou ja, wat voor bitloze hoofdstellen zijn nou goed? Hoe kan ik dat dan het beste doen? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat in principe hoofdstellen gemaakt zijn om op gevoelige plekken op het hoofd te liggen. En dat is ook bijna niet te voorkomen, want het paardenhoofd is gewoon heel gevoelig. Dus toen ben ik op een gegeven moment met een touwtje om de nek gaan rijden. En toen op een gegeven moment ging ik weer nadenken van, nou ja, ik zeg altijd dat ik een eerlijke, gelijke relatie wil met een paard. Maar op het moment dat ik zelf besluit om op de rug van een paard te gaan zitten, dan is het al een dominante keuze en dan sta ik letterlijk boven het paard. Waarin die gelijkheid dus eigenlijk al wegvalt. Ook al behandel ik het paard verder dan nog zo lief, die gelijkheid is er dan niet meer. Dus ja, dat is eigenlijk voor mij... Maar in hoeverre gaat dan het verstand van het paard en het vermogen om... Want ik bedoel, zo'n gesprek als wij nu hebben, kunnen we in principe niet zo op die manier met een paard voeren. Mm-hmm. Het is toch een andere soort relatie die je hebt. Tussen mensen en dieren. Ja, dat is, het is ook wel. Paarden zijn nog veel meer instinctief dan mensen daarin natuurlijk ook. En die denken vast niet zo hard door, zeg maar, zoals bij mensen dat doen. Maar die gedachtegang, die heeft mij wel echt heel lang bezig gehouden. En het heeft me ook echt heel lang, heel veel tijd gekost, zeg maar, voordat ik eindelijk aan mezelf durfde toe te geven van, oké, maar ik sta er eigenlijk niet achter en ik wil het niet meer. Ja. Want ik denk wel dat het heel goed is dat je... voor jezelf kan kiezen van, hey, ik voel me hier niet goed bij, dat je dat ook niet doet. Kijk, met alles in het leven, als je ergens niet goed bij voelt, en natuurlijk, bedoel, ik voel me ook niet zo goed als ik naar de tandarts moet, en dat moet dan gewoon. Er zijn heus wel eens dingen waar we ons gewoon even moeten aanpassen en even moeten ondergaan. Nou, ik denk dat het een hele interessante discussie is. En, zeker. Ik wil in ieder geval bedanken dat je ook... hier heb gezeten en daar met mij over heb willen praten. Ja, bedankt voor die uitnodiging. Ja. Ik heb veel liever die diepgang dan maar wat roepen. Het is heel makkelijk omdat als je iemand niet kent en niet iemand... Nou heb ik je echt even lekker kunnen uithoren. En dan begrijp ik ook heel goed waar je gedachten vandaan komen en waarom je doet wat je doet. Mm-hmm. En dat denk ik dat misschien een les is voor iedereen. Maar het is heel makkelijk om te oordelen of om vanuit je emotie te reageren. Maar laten we vooral in gesprek blijven met elkaar en het leven zo aangenaam mogelijk maken. Zo is dat, ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en voor jullie aandacht. En wellicht vaker een vergelijkbare video in het thema van wat is de toekomst van de paardensport. Als je het leuk vindt, laat het dan ook even weten in de reacties. Dan weet ik dat ik daar misschien mee aan de slag kan. Ik heb nog wel wat ideeën waar ik graag over wil filosoferen of discussiëren met iemand. Ja, dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent en dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doeg! Doeg.